een dag heerlijke motorsport, mag ik wel zeggen, zit erop. Ja. Je zei net al even, tegen de 2000 man een publiek hier op het terrein. De penning meestal laagt. Dan is het meestal goed, hè? Dan is het goed en dan weet ik wel ongeveer hoeveel toeschouwers er zijn. Ja. Ja, dus nou ja, jullie kunnen lachen, denk ik, maar het was gewoon een fantastische dag. Ja, leuke races, geen ongelukken. Hebben die er waren, waar ze opstaan en weer weglopen. Dus dat wil je nog meer als organisatie. Ja, er was eigenlijk een piepklein incidentje met een zuispan even. Hè, op een gegeven moment dat er iemand in de boring vloog. Ja. Dan was het snel weer verholpen. Ja, maar die baan is grippig. Ja, dan gaat hij wel eens de verkeerde kant op. En dan heb je, terug geen gekke dingen. Ja. En ook dat was een pleister op de neus en weer verder. Ja. Dus, nou hangt natuurlijk alles van een goede baan af. En als ik er zo overheen kijk, of keek vanmiddag, dacht ik bij mezelf van nou, dit kan niet kapot. Dit ligt er perfect bij. Nee, maar daar doen we ook werk voor, zeg maar. Dat gaat ergens om. Je zegt dat ze zijn organisatoren die denken twee maanden van tevoren dat ze met de baan bezig gaan. Maar de volgende week beginnen we te prepareren al voor volgend jaar. Ja. En dat is wel de basis om volgend jaar een goede baan te hebben. Ja, nou hebben we ook een hele mooie race gezien, Peter. En we hebben toch tegen Romano gezegd van ja, het was een beetje de Romano Hummel Show vandaag. Ja, ongelooflijk. Daar staat geen maat op. Nee, op het moment niet. Nee. Nee. Nee, op het moment niet. Nee. Nee. Dus hij is niet voor niks wereldkampioen. Dat is een ding dat zeker is. Ja. Maar hij laat het ook zien dan, hè? Beslist. Ja. Beslist. Dat is wel weer mooi. Ja. En nu? Ja, dan val je weer in een diep gat, zeggen ze. Nou, dat is niet zo. We hebben net helemaal vanuit daar de fietsdag gehad, dat is zo wel bekend. En, we hebben straks in juni, 2 juli hebben we het Lapse Toordloop weer. Ja. En dan krijgen jullie nog een mooi toetje natuurlijk straks. En dan gaan we lekker op vakantie. Met je zijdelings met FC Groningen nog te maken. Ja, ook nog. Het is wel bekend hoe dat georganiseerd wordt. En alle verenigingen helpen wat mee. En wij hebben ook een stuk of 17, 18 vrijwilligers vanaf de motorclub. Ja. Die meehelpen zeg maar, bij de dag. En dat is 24 juni. Ja, dan is het, de maanden wel weer vol gaat. Zeg maar. Kortom, dit is een evenement waarvan je zegt van geslaagd. Ja, mooie dag gehad. Ja. Maar het is een van de vele. Ja, een van de vele, maar dit is wel het intensiefste en ook wel de leukste. Met eerlijk in. Ja, nou doe je natuurlijk altijd vooruitkijken, Peter. Hè? Jullie kijken waarschijnlijk ook vooruit naar volgend jaar. Ja. En dan? Nou, wij hebben altijd wens uitgesproken, zeg maar, dat we een keer een WK-finale of een EK-finale willen hebben. Dat hebben we in het verleden wel vaker gehad. Ja. En dat is goed verholpen. Alleen er zijn heel schaars op het moment, er zijn zoveel gegadigen. Ja, dat is een beetje jullie moeilijk. Jullie lobbyen wel een beetje om dat voor elkaar te krijgen? Wij lobbyen wel, alleen er zijn toch wat. Ja, dat is gewoon wat. We zijn afhankelijk van de datum. We zitten natuurlijk wel op een sportpark, dat is voetbal. Ja, ja. Dus we kunnen niet zeggen, we gaan dan augustus organiseren en we zetten de voetbalclub maar aan de kant. Zeg maar. Nee. Dus je moet wel in samenspraak en dan moet je toch een geschikte datum vinden. Ja, moet je dan nog een flinke portemonnee meenemen? Ja, maar je hebt ook meer publiek, ga je vanuit. Ja. En dan heb je meer toeschouwers en meer inkomsten. Ja. Dus op zich, het programma is wel duurder. Maar ja, van keer, mag wel een keer. Hoeft het niet alle jaren doen. Vorig jaar is dan een paar wedstrijden wel gewoon goed verlopen, wereldkampioen geworden. En vanaf dit seizoen, vanaf start, heb ik eigenlijk nog geen seizoen kunnen starten zo goed als nu. Nee, dan kom je in de Loppersom en dan zie je die baan en dan denk je bij jezelf van, dit wordt mijn dag. Ja, bij Loppersom kan ik altijd wel goed in de rond. Ja. Kijk, het is gelukkig droog en dat scheelde voor mij al heel veel, want de baan is al vrij gripperig. En dan met water erop, dan droogt het heel erg later weer om, omdat het zo warm is, dan is hij wel moeilijk te rijden. Ja, maar waren die series waren eigenlijk bijna gesneden koek voor jou. Ja. En dan moet je in de finale, dan krijg je Yannick de Jong, dan weet je van, dit wordt strijd, maar het was eigenlijk maar één ronde zo. Ja, ik had slechte start. Ja. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen, ik had slechte start en kijk, voor het publiek is natuurlijk heel mooi en ik geniet Dat je een beetje meer opzet. Ja, nou dat niet. Ik probeer voor je gevoel probeer je elke keer gewoon een goede start te pakken. Want dat is ook gewoon goed voor je mindsetting zelf. Ja. Kijk, we mogen ook weer rijden. Ja. En kijk, je moet nooit twijfelen aan jezelf. Maar hij ging als een speer weg, hè? Ja, zeker. Maar één klein foutje vanaf starten, ik maak het wel weer goed. Nou, dat foutje had je goed hersteld en toen was het eigenlijk al na een paar ronden was klaar. Toen was klaar, ja. Ja. Had je dat gevoel toen zelf ook, zo van, nou, die zit in de knip? Nee, ik rij zelf gewoon mijn ronde in dezelfde tempo door. Want als je achterom kijkt en ik ga rustig rijden, dan ga ik fouten maken.